enigszins geplaagd op weg naar het lijsttrekkerschap. Ook hoe in Frankrijk werklozen proletarisch winkelen uit protest. Verder zijn we in Cuba, waar de paus vandaag, u zag het in het journaal, preekte op het plein van de revolutie, het plein van Fidel Castro. En tenslotte de journalistenjury over Wim Kok. Welke rapportcijfers verzamelt de premier van Paars? Maar eerst de verborgen talenten van de VVD. Die partij vierde gisteren de 50ste verjaardag en het werd een avondje amusement. Verzorgd door de dames en heren politici zelf. Sven Kokkelman stond erbij en keek aan haar. De countdown start, daar gaat hij komen. U mag zo dadelijk, als het nul is, erop drukken. Nee, dat zijn gewoon mijn schoenen die ik vanavond aandoe. Laat het duidelijk zijn, meneer Bolkestein is vanavond de baas. Dus die drukt echt, ja? Prettige avond, u ook. Wie denkt dat veramerikanisering van de Nederlandse politiek er niet in zit, heeft het mis. De VVD is jarig en dat werd on-Nederlands gevierd. Soundmix Show. Hier zijn de commissarissen der koningin van Friesland en Gelderland. Hier zijn allereerst de Blues Brothers. Gentlemen, we are so happy to see so many lovely people here tonight. Wie bent u nou straks, Linda, Roos of Jessica? Ik ben Jessica. Kun je het wel zien? Sweetheart, yes. Sweetheart of me. I need you, you, you. I need you, you, you. Dus je bent het sekssymbool van de avond, begrijp ik? Absoluut, absoluut. En ik ga er helemaal voor. Maar ik blijf mezelf. Geen vulling, puur natural. Allemaal echt. Allemaal echt. Doet u eens een regel? Een regel. Nou, na, 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 na. En de rest wordt een verrassing straks. Terwijl de buitenlandspecialist een buitengewoon fijne avond heeft, bereidt de minister van Financiën zich voor op zijn act. Voor de kinderen? Ja. Oh, Frits. Oh, Frits. Door jou. Dames en heren, heeft u inmiddels iets aan te geven van doven, midden, scherpe voorwerpen, wapens, slagwapens, stootwapens, audio, video, afluisterapparatuur, cash, geld, kunt u allemaal bij mij kwijt. Vriendelijk verzoek even de heren, handen uit de broekzakken, jaszakken, rugzakken, allemandzakken. Dames en heren, hier is Frits Bolkestein. Amerikaans, zeker. Net als Bill Clinton maakt ook Frits Bolkestein gebruik van AutoCue. Een monitor projecteert de tekst als geheugensteuntje. Bolkestein in de voetsporen van zijn grote voorbeeld. Professor Oud, medeoprichter van de VVD. Nou, dat is niet altijd even makkelijk om dat te beseffen. Want Oud was een uitstekend politicus. Hij heeft ook een diepgang gegeven aan het liberalisme die ik probeer voort te zetten. Op allerlei wijze. Laten we hopen dat dat lukt. Alles bij elkaar is het een eer natuurlijk om zijn opvolger te zijn. Alhoewel er een paar opvolgers ook tussen hebben gezeten. Dames en heren, welkom in de Comedy Club. En dan is het tijd voor cabaret. Gerrit Zalm als zijn broer. Begrafenisondernemer die met hart en ziel opkomt voor zijn sector. Bolkestein zegt soms van die wijze dingen. Wij zijn tegen pappen en natto. Wij zijn tegen rekken en uitstellen. U herkent dat toch wel? Pas dat nou eens toe op de gezondheidszorg. Dood gaan we toch. Dus al dat geld is alleen maar pappen en natto, rekken en uitstellen. En dan missen we er nog één. Maar jawel, ook zij deed mee. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you.
Sven Kokkelman voor Netwerk bij de VVD. I kept my promise. Don't keep your distance. Zo feestelijk als het er bij de liberalen aan toe ging, zo swingend wilde D66 vandaag eigenlijk ook wel zijn, maar dat was een pijnpuntje. Beoogd lijsttrekker Els Borst werd door de partijleden niet als eerste op de kandidatenlijst gezet, want dat werd Tom de Graaf. Impressie van Herman van Gelderen. Tweede plaats. Was u niet liever eerste geworden? Nou, wat betreft het aantal voorkeurstemmen ben ik heel duidelijk eerste geworden. Ik vind het prima uitslag zo. Een swingende verkiezingsstrijd of naderend onweer. De start van de campagne van de Democraten vanmiddag op de Euromast had iets tweeslachtigs. Want beoogd lijsttrekker Els Borst moest genoegen nemen met een tweede plaats. De leden van D66 zetten Tom de Graaf bovenaan de kandidatenlijst. Gefeliciteerd. Dank u wel. Maar was u niet liever tweede geworden als het gaat om de helderheid van de komende campagne? Wie trekt nou eigenlijk de kar bij D66? Het waren interne stemmingen voor wie er in de Kamer komt. Het waren geen lijsttrekkerverkiezingen. Als het lijsttrekkerverkiezingen waren geweest, dat blijkt ook uit de uitslag als je daar nader naar kijkt, dan zou Els Borst als eerste zijn geëindigd. Dat doen we over 3 weken. En dan is het ook volkomen helder dat het congres in overgrote meerderheid Els Borst als lijsttrekker zal aanwijzen. U hebt zich in december beraden. Er is geen sprake van dat u zich opnieuw gaat beraden over uw positie als beoogd lijsttrekker. Nee hoor, 1 keer beraden is genoeg. Worden het de zwaarste maanden uit uw leven? Ja, ik denk het wel. Het wordt echt een kwestie van heel hard werken. Maar gelukkig doen we het met een grote groep. Tot 1 april zal ik me nog wat moeten inhouden. Net als Wim Kok. Wij zijn nog leden van dit kabinet. Maar na 1 april zal het allemaal campagne zijn. Maar het lijkt me enig. Deze uitslag is voor u geen aanleiding om te zeggen, ik ga in die campagne een nog prominentere rol spelen. Ik zal in de campagne mijn steen bijdragen, daar kunt u van overtuigd zijn. Maar na vandaag niet meer dan voor vandaag? Na vandaag misschien nog meer, met nog meer legitimatie van de leden. Maar de lijsttrekker, die heet Els Borst, die doet de grote debatten. Die is het eerste gezicht van D66. De leden van D66 kiezen de kandidatenlijst. Maar als het om nummer 1, de lijsttrekker, gaat, heeft het congres het laatste woord. En dat congres kiest hoogstwaarschijnlijk Els Borst. Zij is de enige kandidaat. Hoezeer opiniepeilers en sommige media twijfelen aan haar capaciteiten als partijleider. Toch zie ik morgen al een aantal krantencommentaren vormen waarin zal staan Borst tweede, niet de meest geschikte lijsttrekker voor D66. Oh, in die kranten pakken we dan overmorgen de haringen maar weer. Herman van Gelderen voor het Netwerk.